Ja, op een bepaald ogenblik werden we via de radio geïnformeerd dat er een zeer zware valpartij was met 19 renders die erin betrokken waren. En dat alle ambulances en dokters daarbij betrokken waren, waardoor er geen medische hulp meer was in de wedstrijd. En in overleg met de voorzitter is dan beslist om de wedstrijd te neutraliseren. Na een half uurtje ongeveer hebben we toch wat meer informatie gekregen die toelaat om wat meer de situatie in te schatten. Bleek dat er één renner, met name Stig Broeks, toch wel heel ernstig gekwetst was. En dan zijn we in overleg gegaan met de voorzitter en de renders. Want er was door dat gegeven toch wel een belangrijke emotie in het peloton. Die aanleiding gaf tot een overleg. En uit dat overleg is dan gebleken dat we vandaag de wedstrijd stopzetten. En voor de rest van de Baloise Belgium Tour, de etappe morgen gaat gewoon door? Met de informatie waarover ik vandaag beschik, gaat de etappe gewoon door.